Hey, hallo allemaal, ik ben Rebecca en wat super tof dat je weer aangeschoven bent voor een nieuwe Creatief met Action video. Want wat gaan we deze week maken? Ik heb deze week Make Your Own Journal gehaald bij de Action. En we gaan dus een eigen, nou ja, bullet journal, creatieve journal maken. Waar ik hem eigenlijk voor wil gebruiken. En ik ben ook benieuwd of die mogelijkheid er is. Ik wil hem eigenlijk gebruiken als reisdagboek, omdat de vakanties er weer aankomen. Ik maak op vakantie dus vaak reisdagboekjes. Maar voor ik hiermee ga beginnen, wil ik jullie ook nog even wat anders laten zien. En dat is namelijk dit leuke bordje. Ook die heb ik bij de Action weg. Deze is 79 cent. En ik zag dit leuke bordje en ik denk, misschien is het ook heel leuk om hier bijvoorbeeld kleine tekeningetjes mee te maken. Of om kleine oefeningen op te doen, zodat jullie ook gelijk mee kunnen doen. Normaal, hè, soms teken ik grote mandala's en ene zegt van nou, ik vind het wat lastig. Dus ik denk van laat ik gewoon beginnen met kleine tekenoefeningetjes, zodat jullie ook geïnspireerd raken om aan de slag te gaan. Nou, in ieder geval dat bij deze. Dan ga ik nu mijn camera draaien en dan gaan we gewoon lekker beginnen en ik ben benieuwd. In dit pakket zitten 3 stickervellen. Als het goed is zitten er 2 voorbladen bij. Metalen ringetjes. Lijm zit er volgens mij bij. Kwastjes. En 2 MDF plaatjes. De kaft is dus van hout. Dus daarom zeg ik ook, ben ook erg benieuwd hiernaar. Ik ga de verpakking openmaken. Nou, even zien. Oké. Dit is hem. Dit is glitterlijm, heb ik het vermoeden. Een kwastje met verf. Dus ik zal iets uitzoomen. Kijk, zo zien jullie iets beter. Dit is het papier met de voorbladen, de ringetjes en het elastieke lint. Dan heb ik hier de MDF platen en dan gaan we op zoek naar een gebruiksaanwijzing. Die zou erin moeten zitten. Of zit die erin? Nou, ik ga hem gewoon openmaken, jongens en meiden. Hup, zo. Oké. Dit zijn de ringetjes voor de bladen. Even kijken. Oké. Goed. Dan heb ik hier een voor- en een achterblad waarschijnlijk. Oh, deze moet zo. Dit is de achterkant, voorkant. En dan heb ik hier de oh nee, het zijn geen stickervellen, het zijn uitdrukvelletjes. Dus deze kun je in de journal plakken. Dus hier moet je eigenlijk voorzichtig mee zijn. Het zijn er 4. Kijk, dat is een keer dezelfde. Ik zal het even zo draaien. Dit zijn dus de uitdrukvellen. Ik heb van deze, die heb ik dubbel. Ik verwacht dat dit een foutje in de verpakking is. Het komt wel eens vaker voor bij de Action. Of je hebt iets te kort of je hebt iets te weinig. Oké, en heb ik hier papier? Het is stevig karton trouwens. Het is niet echt papier, maar het is redelijk stevig. Dus daar hou ik wel van. En dit is dan zo. Dit is om dus om de bladeren te plakkes. De verf zit erbij om de zijkantjes van de journal te verven. Maar ik had eigenlijk een heel ander leuk idee. Want ik heb namelijk bij de HEMA deze leuke bloemenwasje gehaald. Ik denk, ik ga hier omheen, aan de buitenkant, een wasje doen. En ik ga een pritstift pakken.
denk ik. En dit moeten we hier op vastlijmen. Dus dat ga ik sowieso doen. En deze wasjes, zoals ik al zei, die kun je kopen bij de HEMA. En het leuke van deze wasjetapejes is, er zit een soort plastic laagje overheen, waardoor die vrij stevig is. De gewone wasje, die voelt gauw nog naar papier en dat is deze. Het is een beetje een plastic achter, waardoor ik hoop dat die ook extra stevig blijft zitten. Ik gebruik de twee verschillende, dus ik heb twee verschillende kaftkanten zometeen. En daardoor maakt het een leuk speels effect. Maar je bent natuurlijk vrij om zelf jouw eigen kaft te versieren. Je hebt bij de Action natuurlijk ook verschillende versiermaterialen met stickers of karton, waardoor je hem helemaal zelf kunt maken. Dan ga ik de buitenkant erop plakken. En dat doe ik eigenlijk met lijm. In de hoop dat hij wat steviger blijft zitten. De lijm die erbij zat, dat was glitterlijm. En dat is eigenlijk meer voor de sier. Dan ga ik beginnen met de binnenkant. Ik doe er een paar stickers op en ik laat de binnenkant vrij open. Zodat ik hem zelf op vakantie nog leuke dingen erbij kan plakken. Of dat ik hem later nog leuke teksten of fotootjes aan de binnenkant plak op het hout. De ringetjes die erbij zitten, die gaan vrij stroef. En je moet ze eigenlijk open klikken. Dus één stukje naar je toe en één stukje van je af. En daardoor gaan ze eigenlijk open. Maar ook bij één zo'n ringetje, die was dan wat beschadigd. Waardoor die gewoon net wat moeilijker open ging. En nou ja, hè, dat weten we allemaal wel. Dat is soms het nadeel als je iets bij de Action haalt. Dat het niet helemaal past of dat het niet helemaal werkt. Maar goed, desalniettemin zijn het wel hele leuke dingen om zelf te maken. Dan doe ik even het elastiek erop, dat plak ik vast. Nou, het blijft niet helemaal goed zitten, dus dat ga ik later toch nog even aanpassen. En klaar is onze journal. En wat vond ik van deze DIY van de Action? Ik moet je eerlijk zeggen, hij is heel leuk om in mijn kaart te zetten. Er zit natuurlijk een elastiekje bij. En de ringetjes staan heel leuk en je zult hem in principe ook wel gewoon bij kunnen vullen als je er gaatjes in maakt. Maar of die heel praktisch is, dat weet ik niet. Maar voor een reisjournal is het natuurlijk prima. Want je kunt op de rechter bladzijde kun je wel schrijven. Maar de linker bladzijde die zou ik eigenlijk gewoon gebruiken voor bonnetjes op te plakken of fotootjes die je hebt verzameld. Omdat rechts eigenlijk beschrijfbaar is en links is wat minder. En dat komt omdat de pagina's elkaar overlappen. En dat heeft ook te maken met het hout. Hierdoor kun je niet helemaal goed openslaan wat dat betreft. En ook met schrijven, als je hem plat hebt liggen, dan zie je al wel, hier zit een korte overlapping, waardoor je hem niet lekker kunt schrijven aan de linkerkant. Je kunt wel een tekening misschien maken of gewoon iets anders plakken. Ik heb hem nou niet gevuld, ik laat hem leeg, want ik ga hem op vakantie vullen. Ik ga hem zeker wel meenemen en dan ga ik hem ook intensief gebruiken en testen om te kijken van, hey, werkt hij ook echt? Dit elastiek zit eraan, er zitten van die plakketjes bij om het elastiek vast te plakken. Ik denk als je hem heel intensief gebruikt, dat die plakkers op een gegeven moment loslaten. Dus ik zou je als tip mee willen geven om het bijvoorbeeld vast te plakken met een beetje lijm. Ik denk dat ik dat zelf ook nog even ga doen. Maar goed, dit zijn een beetje de plus en de nadelen. En nou, ik hoop dat je in ieder geval wat hebt gehad aan deze review. En dan zie ik jullie weer heel snel bij een nieuwe creatieve video van de Action.